En dan hebben we nog zo'n pak liggen. Maar ik denk dat ik die niet doe. Zoveel zullen er niet komen, toch? Hey YouTube! Afgelopen weekend was het eindelijk weer zover en hadden wij voor het eerst sinds anderhalf jaar weer een meet and greet. Was dat 2 jaar geleden? 2 jaar? Oh my. We stonden afgelopen zaterdag op CreaDo. Voor de mensen die dat niet kennen, het is een hele grote creatieve beurs waar je heel veel leuke creatieve dingen kan doen. Maar ook op de foto kon gaan met mij. Het was echt mega druk. Maar het leek ons heel erg leuk om jullie dat gewoon te laten zien. In plaats van dat ik dat allemaal ga vertellen. Dus in deze video vandaag ga ik jullie meenemen naar CreaDo. Zodat je een beetje kan zien hoe onze meet and greets gaan. En ajo, we gaan gewoon jullie gezellig meenemen. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet niet alvast te abonneren op dit kanaal. En we hebben de 100.000 abonnees gehaald. Yay! Oké, maar kom, we gaan naar CreaDo. Kijk, ik heb namelijk dit kaartje laten ontwerpen voor op de beurs. En toen dacht ik, dan is het wel leuk als daar een handtekening op staat. Maar toen dacht ik ook daarna, van dan is het wel leuker als het dan een echte handtekening is en niet dat het erop geprint is. Nee, maar ik weet ook nog van vorige keer, toen had ik hem al wel alvast erop geprint. En toen vonden mensen dat toch niet hetzelfde. Dus toen was het toch op de beurs, ja, maar wil je dan ook nog eventjes hier zo op de achterkant dan wel je handtekening ook nog zetten? Dus zat ik het alsnog te doen. Ik hoop alleen dat mijn pen het overleeft, want dit is nog de laatste die ik heb en ik wil hem eigenlijk ook meer naar de beurs. Want ik hoorde namelijk van één iemand die de rolschaats meeneemt, want die wil een handtekening op de rolschaats. Oh, echt? Maar dan heb ik wel een watervaste pen nodig, zoiets als dit. En dan hebben we nog zo'n pak liggen. Maar ik denk dat ik die niet doe. Zoveel zullen er niet komen, toch? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee had wat we deze keer konden verwachten. Want het is natuurlijk wel net even een beetje een andere tijd dan vroeger. Dus ik dacht de dag van tevoren, laat ik even op Instagram in ieder geval vastpolsen hoeveel mensen er komen. En toen zat ik in de tussentijd al de hele tijd die vrouw van de uitgeverij een berichtje te sturen. Het zijn er al 250. Het zijn er al 350. Oh nee, er komen er morgen al 500. En ik had natuurlijk maar 250 kaartjes gesigneerd. Want ik dacht, want het zal wel meevallen. Dus toen heb ik die avond ervoor nog een heel pak zitten wegwerken op de bank. Toch maar goed dat ik dat heb gedaan. Want ze zijn allemaal opgegaan. Oh, het is zo vroeg jongens. Ik kan toch zo mijn make-up niet doen. Het lijkt toch helemaal nergens op. En? Mooi? Ja, fantastisch. Ja, prachtig. Ik ga voor paars, oké? Okay? Vandaag is paars. Oké, ik moet alleen nog mascara op. En ik moet nog kiezen welke lippenstift ik op doe. Gaan we voor rood? Dat staat er niet bij, denk ik. We hebben even professionele hulp ingeschakeld. Ik heb Miele de lippenstift geleend. Hè? Het is een beetje donker hier. Wat vind jij, Miele? Oké. Okay. Tijd voor knuffels. Zo, goedemorgen. Het is heel vroeg, het is nog donker buiten. Wie is er nou op zaterdag om 7:30 's morgens al in de auto? Wij. Ik heb zo'n foto gemaakt. We zijn ook echt de enige in de straat. Lekker vroeg, hè? Kan je me überhaupt zien? Nou ja, een soort van. Nog even snel tanken. De kindjes die zijn nu bij oma. Het is nu 8:05. Dus als het goed is, zijn we dan rond bijna 9:30 ongeveer op de beurs. Zijn we echt wel weer precies op tijd. Oh jee, ik hoop dat het goed gaat. Okay, ik ga even kijken hoe lang het is. Vanaf hier naar de beurs. Een uur en een kwartiertje denk ik of zo, toch? Als het goed is het een uurtje hoor. Maar het hangt er natuurlijk ook maar net vanaf hoe ver het, hoe goed het doorrijdt allemaal. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon rijden. Yes, let's go. Kijk. Kan je het zien? 9:01 komen we aan. We zijn gewoon een keer op tijd. Goed hè? Wow. Nee, eigenlijk zijn we nu te vroeg. Ja. Ja, beter te vroeg dan te laat. Jullie weten het waarschijnlijk al. Koffie halen! En waar doen we dat altijd? Altijd. Starbucks! Iedereen had zin in Starbucks! Maar we moeten het niet zo vaak zeggen, want het lijkt net of we gesponsord worden. Niet gesponsord. Maris, M-A-R-I-S. En Rick, met een C, man. Rick met een C. Ook met een K? Ja, ook een K. Ja.
Oh, wacht. Ik doe wel iets zo'n blur. Creatiek logo. We hebben eigen koffie! Oh. Maak het nog even moeilijker. Ik dacht dat ik hem moest gaan editen. Zei ik niet dat ik dacht dat we op tijd waren dit keer? Nou, ik weet niet waar het al misgaat hoor. Maar we kwamen daar dus binnen. Er stonden al mensen. Iedereen ging ook al naar binnen. Ik had het idee dat het om 10 uur begon. Maar in ieder geval, onze meet and greet begon pas om 10 uur. Maar om 9:30 stond er al zo'n rij. En ja, dan vind ik het altijd een beetje raar om dan wel dan alvast uit te pakken, zeg maar. En daar nog rustig te staan en die mensen daar een 30 minuten te laten wachten. Dus het was eigenlijk heel ongeorganiseerd. Alle rotzooi stond er nog. Ik stond om 9:30 al te signeren. Rick was er niet eens. Waar was jij eigenlijk heen? Ik was het schilderij uit de auto aan het halen. We hadden gewoon nog niet eens uitgepakt. Oh, wat erg. En ik dacht echt dat we dit keer zoveel tijd over hadden, maar het begon in één keer al heel veel eerder. Niemand weet waarom. Kijk, dat geloofden jullie niet toen jullie zeiden dat er 500 mensen zouden komen. Of nou ja, Instagram volgens mij 500 mensen. We geloofden het niet. Maar kijk, het gaat inmiddels hier. En dan lopen we hier. En kijk, het gaat hier nog meer door. Kijk, kijk, kijk. En dan komen we hier. Hoi! Kijk. En dan loopt het hier nog verder. En nog verder. En dan gaat het nog verder. Kijk, kijk, kijk. En dan komen we helemaal hier. Kijk. Zo. En het is nog niet eens 10 uur, jongens. Waar net aan? Hallo, goedemorgen. En wat denk ik? Waar? Je hebt hetzelfde pen als ik. We hebben hetzelfde. Dus is dit? Zal ik maar ook een kaartje bij je? Het zijn de echte professionals. Dit is ook een permanent. Ik voel me helemaal vereerd. Yes. Ik voelde hem niet zo groot. Niet? Jawel, prima. Heel klein. Nee, kerk, toch? Nee, je bent. Oh, nou krijg ik helemaal de stress. Ja. En deze ook? Ja. Hoe heet vette muziek er dan bij? Hey, hallo. Oh my. Ik heb je helemaal niet gezien. Oh. Nou, andere mensen wel. Ja, ik zit ook helemaal verwaaid. Oh man, ik voel me ook helemaal verwaaid. Alle kaartjes zijn open, we hadden er 500. De laatste mensen hadden niks. Het was zo druk. Het was zo druk. Wel echt super leuk, maar ik ben echt kapot. Kijk hoeveel. We hebben het net even snel in kassen gedaan. Want anders stonden we echt de boel om op te houden. En ik wilde eigenlijk ook nog de beurs over, maar het was echt niet te doen. Maar dit zit vol, dit zit vol. Ik heb hier zelfs hele mooie bloemetjes. Ik heb ze in het water gezet dan. Ja, zo lief van je. En hier zit het nog even helemaal vol. Ook allemaal dingen voor onze kindjes en zo. Die gaan echt vet blij zijn.
Die hebben niks hoeven doen. Krijgen alles. Oh, maar ik ga niet zitten. Nou, hadden we onze meet and greet gepland van 10 tot 1. En dat was vooral eigenlijk omdat er na ons ook nog mensen op die plek zouden staan. Die daar ook zouden signeren. Nou, wij kwamen niet door die rij heen. Ik ben wel heel hard gaan doorwerken. Dus sorry dat je maar 20 seconden de tijd had om eventjes op de foto te gaan. Maar er was niet meer tijd. Gelukkig waren de mensen die na ons kwamen zo lief om het op een andere plek op de beurs te doen. Dus uiteindelijk mochten we tot 2:30 doorgaan. Zodat de rij weer iets langer kon worden. Dus dat was wel heel fijn voor de mensen die om 1:00 nog aankwamen. Dat ze ook nog net in de rij erbij konden, die eerst niet meer erbij mochten, zeg maar. Maar het was wel een hele lange dag. Uiteindelijk toch, kijk hier, hè. Kijk. Kan je half zien? 3 geweest. Zie? Toch gewoon tot 2:30 gestaan, hè. In plaats van tot 1:00 was niet te doen. We konden het echt niet redden. Het was echt zielig. Ze zei ook, ja, er waren echt mensen aan het huilen, omdat ze zei van de rij is gesloten. Die echt speciaal hiervoor waren gekomen. Ze zei, ja, dat kon ik niet over Maarten verkrijgen, nee, hoor. Hij ze toch de rij uiteindelijk maar weer gewoon op die mensen helemaal gezocht om er toch weer bij te doen. Die waren helemaal blij. Maar ja, dat heb ik ook altijd. Ik vind het zielig als mensen komen en dan niet uiteindelijk kunnen komen in de rij, zeg maar, omdat het te druk was. Dus dat gaan we volgende keer beter regelen, oké? Dat lijkt me wel een goed idee, ja. Nou, en zo lief. Heel veel van jullie hadden ook allemaal leuke tekeningen gemaakt. En heel veel chocola heb ik gekregen. En allemaal andere leuke cadeautjes. Nou, we hebben daar op de beurs geen tijd voor om dat helemaal te gaan zitten bekijken. Maar dat nemen we natuurlijk allemaal mee naar huis. En thuis maken we dat meteen open. We gingen onze kinderen ophalen bij opa en oma. En toen hebben we eigenlijk meteen alle tassen daar eruit gehaald. En alles bekeken. En echt ontzettend lief. Dank jullie wel allemaal. Ik denk dat ik allemaal confetti hier knoeien op de grond. Dan ruimen we het hier op. Zit er allemaal confetti in? Ja. Oh jee. Ik doe zoveel mogelijk van de confetti hier weer terug. Oh, wat een mooie penselen. Zo lief. En dat? En een klein boekje. Oei. Je bent er weer bij, hoor. Hij is mee. Zijn we dan? Ja, deze. Dat is zo lief, hè? Ja, deze is voor mij. Even eentje proeven. Even een paar proeven. Deze heeft iemand gemaakt. Geborduurd. Emily. Geborduurd. Mooi lachen. Gewoon geschilderd. Oh. Emily. Hoi, je bent er. En twee maskertjes. Emily, Mila, Rick. Het was echt super gezellig, ondanks dat het heel hectisch was en druk. En dat jullie echt meer dan een uur in de rij moeten staan wachten. Maar wel echt super lief, thank you. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om op deze manier een beetje met ons mee te kunnen naar de beurs. Mocht je er niet bij zijn geweest. Hopelijk zie ik jullie heel snel weer. Kunnen we weer een leuke nieuwe meet and greet organiseren. Abonneer op dit kanaal, dan zal je in ieder geval altijd weten wanneer het weer is. En dan hoop ik jullie dan ook weer te zien. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jou snel weer in de volgende video. Bye!